De confetti vloog gisteren de lucht in na een geslaagde opening van de start van de bouw van het Ommeland. De nieuwe woonwijk aan het Reitdiep krijgt 122 huurwoningen, waaronder appartementen en rijtjeshuizen. De woonwijk krijgt een industriële uitstraling. We hebben ons eigenlijk laten inspireren door een gebouw wat bij de Ommelanden hoort. Dat is Friese Straatweg 215. En dat heeft een hele stoere uitstraling met betonnen witte kaders, met mooie steensoorten. En dat hebben we teruggevoerd in het ontwerp van de woningen. Volgens de bouwer zijn de voorzieningen voor de bewoners dichtbij. Kijk om je heen. Straks krijgen we hele mooie woningen aan het water, waarbij je kan wonen op de eerste etage met je balkon. En dan is dit bijvoorbeeld je uitzicht. Ja, volgens mij is dat fantastisch. En de stadjes die zullen ongetwijfeld weten hoe dicht je hier bij Paddepoel zit. Je zit bij het nieuwe winkelcentrum Vinkhuizen, Rijksuniversiteit om de hoek en de binnenstad is ook op fietsafstand. Groningen heeft veel baat bij de nieuwe huurwoningen. En we hebben op dit moment heel hard woningen nodig in Groningen. Nou, hier wordt een project gemaakt met zo'n 60 grondgebonden woningen, gezinswoningen en 60 appartementen in de huur. Ja, daar heeft Groningen op dit moment heel veel behoefte aan. Er zijn lange wachtlijsten overal. Veel mensen op zoek naar een woning en het is een heel mooi project. Het is het doel om hier een gasloze wijk van te maken. Alle nieuwe woningen in principe zonder gas. Hè, dat is ook de besluit wat het kabinet heeft genomen. Daar staan we ook helemaal achter. Hè. Zeker in de stad als Groningen natuurlijk. Hè, waar we met onze omgeving zoveel last hebben gehad van de gaswinning. Dus er zal op een andere manier verwarming moeten komen. Dat kan via een warmtepomp, dat kan via een luchtwarmtepomp. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.